Hallo, ik sta hier naast Joey van den Berg van Heerenveen. Hallo. Gisteravond voor de eerste keer gescoord dit seizoen tegen Feyenoord. Ja. De winnende? Ja, ik had gisteren niet echt het gevoel dat ik had gescoord omdat ik al zo snel besprongen word door al die andere gasten. Dus ik had helemaal niet meer tijd om zelf de plezier uit te halen, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Dus daar baal je wel een beetje van? Nou ja, eigenlijk wel een beetje. Ja. Het is toch wel lekker als je even alleen kan lopen als je zo'n belangrijke scoort? Ik wou nog wel even een rondje om het veld maken, ja. Maar nee, dat zat er dan helaas niet in. Gisteren liep je tegen Feyenoord alweer tegen gele kaart op. Ja. Terecht dit keer? Dit was een terechte. Ja. Ja. Dat is niet altijd zo, hè? Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Maar... haat je scheidsrechters? Nou, haat is een groot woord, maar... het zijn toch arrogante kwallen? Die denken dat ze alles zien en dat ze alles doorhebben. Ze zijn net politici wat dat betreft. Nou ja, ze zijn in mijn ogen wel een beetje beperkt, ja. En zeker in Nederland. Dus je haat ze? Ik heb geen haat. Nee, dat niet. Gewoon een diepe afgunst. Een diepe afgunst is ook wel... hè? Maar ik voel me wel vaak niet begrepen. Het zijn je vrienden? Het zijn niet mijn vrienden. Hoe kom je aan zo'n kort lontje? Nou ja, ik weet niet. Als ik met voetbal... thuis ben ik natuurlijk niet zo. Maar op voetbal... vaak heel lief. Ja, heel lieve jongen. Ja. Kijk, heb een klein dochtertje gelezen. Ja, precies. Die dochtertje en een zoontje. Dus, lekker voorlezen. Ja, precies. Lekker samen in het veld ben je een beest. Ja, nee, dan is het een soort uitlaatklep. Maar ik heb daar soms moeite mee. Helemaal als het niet loopt zoals het hoort te lopen, dan... Nou ja, als het niet loopt zoals het hoort te lopen, ja, dan krijg je je zinnetje niet en dan word je verwend. En dan ga je lopen schoppen. Zo zou jij het inderdaad wel goed kunnen omschrijven. Nou, hoe zou jij het dan omschrijven, Joey? Ik denk dat dat wel een goede omschrijving is. Je bent gewoon verwend? Nou, wel een beetje. Je haat scheidsrechters en je bent verwend. In Nederland zijn we allemaal wel een beetje verwend. En ik haat ze niet. Ja. Heb je haar altijd zo zitten? Nee, dit is nieuw. Vind je het wat? Ik weet nog niet. Nee? Doe me een beetje denken aan een Duitser. Ja, ik heb het zoals jou gehad, maar dat stond ook niet echt. Voor hoeveel zou jij een eigen doelpunt maken? Nou, dat gaat me te ver. Ik denk dat iedereen wel genoeg verdient om geen eigen goals te maken. Dus in die zin blijf je een amateur? Ja. Maar ook als C'tje en als D'tje werd je toch ook vaak omgekocht met patat en friet en ijsjes? In een zekere zin zit er altijd een omkoping bij, ja. Je hebt toch ook wel eens een balletje door je benen laten gaan omdat je een ijsje kreeg van de tegenstander? Nee, dat zou ik never nooit niet doen. Wat zijn je zwakke punten? Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite met autoriteit. Ja. En ik heb alleen slecht eigenschappen. Ja. Nou, dat was het wel. Dat was het. Ja. Wil je nog even de groeten doen? Aan mijn moeder, mijn zus, mijn vrouw, mijn kinderen. Dat was het dan. Dat was het dan. Ja. Nou, schattig. Ja. En het korte lontje. Ja, wat heb jij daar nog voor? Ik heb dat zelf ook wel eens met dat korte lontje. Ja, oké. Okay. Dan moet je op vechtsport gaan. Nee, serieus? Ja, je raakt je agressie gewoon niet genoeg kwijt. Ja, misschien is dat wel. Ja, maar wanneer moet ik dat doen dan? Of op de wc even vlak voor de wedstrijd. Even de spanning eraf. Boksballetje neer. Nee, op een andere manier, je weet wel. Oh ja, maar dat werkt niet. Hè? Nee? Nee. Waarom niet? Nee, dat is. Dan word je te zacht. Dat is bewezen, ja. Echt, dat is gewoon. Ja, zo genul. Dat is echt bewezen. Dan ben je juist veel ontspannen. Je verkrampt als daar heel veel spanning beneden zit. Even snel. Ja, niet heel lang, gewoon even. Nee, ja, dat snap ik. Je moet je geen lang verhaal van maken dan. Nee. Ja, dit is niks voor studiosport. Ga nou maar.